wij vinden het heel leuk om dicht bij huis te kamperen. Die kleintjes die hebben echt niet de instelling om zo lang in die auto te zitten. En wat je hier vindt is die ruimte. Ja, zo gaat het met ouders. Hè? Als de kinderen het leuk vinden, dan vermaken en dan hebben de ouders ook vakantie. En nu zijn wij grootouders en je moet ze natuurlijk nu iets meer begeleiden. Maar doordat hij het hier, die zandhoop, dat speelgoed, op elk veldje vind je dat. Hoe klein ze ook zijn, je kunt ze eigenlijk gerust een poosje alleen laten. En dat is wel een pluspunt. Nou, we zijn met dat kleine mannetje naar hier gegaan, want we wilden graag, we wouden met de camper mee. En dan dachten wij meteen aan de paal, want dat mannetje is dan vlakbij. Stel dat hij s'nachts huilt, kun je meteen even naar Eersel brengen. Ja, dat hij weer bij mama en papa is, maar hij huilde niet, want hij blijft lang. Heeft hij al gezegd, maar we gaan ook niet naar huis, zegt hij. We blijven hier niet zo lang staan, want het is eigenlijk een beetje proefjes aan het doen. Want met onze andere kleinkinderen, die zijn iets groter, hebben we hier vorig jaar een week staan, een week eerder. Maar hij vraagt nu al, oma, wanneer gaan we weer terug? Want hij weet dat hij woensdag weer naar huis gaat. Dus Sjoerd, we blijven nog een paar dagjes hier, hè? Ja.